Hoi allemaal, bellen blazen heb je vast wel eens gedaan, maar kan je ook een bel in een bel blazen? Ik ga je laten zien hoe je dat kunt doen. Ik heb hiervoor een theelepel afwasmiddel genomen, in het glas gedaan en daarna water in het glas. Dus eerst het afwasmiddel, dan het water erin. Steek je hand even in het glas en maak het bord nat. Daarna doe je het rietje in het glas en ga je schuin op het bord een lekker grote bel blazen. Nu kun je in deze bel een nieuwe bel maken. Daarvoor doop je het rietje weer in het water en dan zul je zien dat je hem door de bel kunt steken. En dan heb je een bel in een bel. Kijk maar eens hoe vaak je dat kunt doen, want misschien kun je wel een bel in een bel in een bel maken. Veel succes!